Welkom. Ik geef de microfoon even aan Griet, die gaan mij interviewen. Nou, dan is het de derde keer dat ik jullie welkom heet. Ik denk dat je er nog meer in moet praten. Zo? Is iedereen? Ja. Kan ik iedereen bereiken zo? Ja. Nou, inderdaad, laat ik mezelf even introduceren. Ik ben vriendin van Fred. En we hebben heel veel samen geweest. We kennen elkaar al langer dan 25 jaar. En nu ga ik hem aan hem een paar vragen stellen als ik hem voor het eerst zie. Ik heb ze eventjes, omdat dan deze andere setting is, een paar papier gezet, voor het geval ik er een paar mag vergeten. Nou, bijvoorbeeld, de eerste vraag is, ik ken Fred helemaal niet, en dan vraag ik aan Fred, is dit jouw eerste boek? Nee, het is niet mijn eerste boek. Ik heb twee geleden een roman geschreven, De Katalysator, die ook bij Vrienden Musketeers uitgekomen. En die kunt u ook kopen via internet. Het tweede boek, het is een reisverhaal. Het is dus geen roman, maar een reisverhaal. Weet je jouw microfoon? Misschien moet je jouw microfoon even vragen. Ja, dit is een reisverhaal. Mijn eerste boek was een roman. Dit is een verhaal van 3 maanden. Reis in Madagaskar. En ook nog op het verhaal van 2004 zit erin. Wij zien van samenwerking wat dat betreft met die microfoon. Het is dus een reisverhaal, Fred. Maar ik heb al een autrice ontmoet die ook een reisverhaal heeft geschreven van Madagaskar. Er zijn nog boeken over Madagaskar. Is er nog geen water in de zee dragen? Heb je nou weer een boek geschreven? Waarom? Er zijn meer boeken over Madagaskar. Jolijn Geels, die staat daar, heeft een boek geschreven. Zij heeft vooral over de mensen en de steden geschreven. Ik heb natuurlijk ook iets over de steden geschreven, de dorpen en de mensen. Maar ook heel veel over planten en dieren. Ik ben bioloog en heb vooral geïnteresseerd in planten en dieren. Ik vind het fascinerend, de dierenwereld en de plantenwereld. Ik denk dat heel veel mensen daarvan kunnen genieten. Dat geloof ik ook wel. Maar dan was mijn vraag, planten en dieren, welk dier spreekt jou nou het meeste aan? Voor die dieren zijn het de lemuren, de halfapen die voorkomen, de hagedissen, met name de. Ik heb de naam kwijt. Kameleons, ja. De helft van alle kameleonsoorten komt uit Madagaskar voor. De slangen, de tinguïn, de kikkers. En voor de planten, de doornstruiken, die in het zuiden voorkomen, een heel veel die alleen maar daar voorkomt. De Indri is ook een lemuur, hè? Ja. Ja, de Indri is ook een lemuur en die heb ik 2 keer gezien, in 2004 en in 2012. En voor mij is het een grote held. De meeste lemuren kan je in gevangenschap zien. De Indri zou je nooit in een dierenhuis zien. Houd hem van, dan gaat hij dood, dan kwijnt hij weg. Het is echt een vrijheidsliefhebber, die Indri. De Indri gaat s'ochtends ontbijten. En na het ontbijten gaat hij zingen. Het zingen moet je niet heel melodisch ervaren, maar het is gewoon schrille kreten maakt. Die lijkt op een brandweersirene. En daarmee kan hij zijn territorium afbaken. Want er zitten met meerdere families in het bos. En als ze in elkaars territorium komen, dan hebben ze niet genoeg voedsel. Dus na de ontbijt geven ze aan, hier zit ik en wegwezen. Als je daar dus rondloopt, hoor je van alle kanten hoor je ze schreeuwen. Lijkt het een beetje op jou? Je bent vrijheidslievend, je ontbijt graag. Maar ik heb hem nog nooit horen zingen na het ontbijt. Nee, maar je kent hem niet. Nee, helaas, ik ben niet zo'n goede zinger, de zanger dus. Ik ga niet zingen. Maar wat betreft je territorium, de hele wereld is je territorium, geloof ik, hè? Ja, maar toch heeft Madagaskar een warm plaats in je hart. Ik vind Madagaskar fascinerend door die planten en dieren. De mensen zijn ook heel fascinerend. Verschillende volksgroepen, verschillende talen. Het is veel minder een eenheid dan Nederland. Mensen in Zuid-Madagaskar spreken talen die ze in Noorden bijna niet kunnen verstaan. Straks heb je nog een vraag over die mensen, maar je hebt planten. Ik heb ook uit jouw verhalen gehoord dat sommige planten niet erg gemakkelijk zijn.
Dat klopt. Ik heb daar een hele gemene klont met vruchten die weerhaken. Ik heb daar een verhaaltje over, dat zal ik even voorlezen. Ja, ik hoor het wel. De eerste week heb ik in de tuin gezeten, Sasa Manawa, van een vriend, een Nederlandse vriend, die heeft een grote tuin bij Morondava. En dan probeert hij de natuur te beschermen en daar lopen ook even dieren rond. En dan ga ik zo voorlezen. De laatste dagen gebeurden ook regelmatig kleine rampen en ongelukken. Het was op een ochtend omstreeks 7:30. Christian, Gotulke, kom, riep Simon. Ja. Christian keek op van zijn werkzaamheden in de tuin. Hij was bezig met planten van kleine plantjes vlak voor het huis. De bewaker Gotulke liep helemaal aan de andere kant van de tuin. Ik liep snel naar Simon toe en zag de hond Tjunga op een pad bij de muur liggen en hoorde hem hevig piepen. Wat is de patroon, riep Christian terug. Tjunga heeft een vrucht van een mousetrap-struik als achterpoot gekregen. Het doet pijn, kom snel. Ik zie Tjunga op zijn zij liggen als achterpoten, kreeg de grote vrucht die met weerhaken vastzit. Terwijl de ene kant van de vrucht als een dij hangt, zit de andere kant vast als een bal. Simon probeerde de vrucht te verwijderen, maar vervolgens zat deze ook aan zijn arm nog vast. Als hij nu zou bewegen, dan zou hij de hond nog meer pijn bezorgen. De mousetrap-struiken, Oncarina, zijn struiken die alleen in Madagaskar voorkomen. Het zijn decoratieve struiken met mooie bloemen, maar de vruchten zijn heel gemeen. De vruchten bezitten weerhaken die in de huid blijven steken en moeilijk te verwijderen zijn. Nou, volgens 76 kunt u de vruchten van de mousetrap-struiken zien. Kunnen we straks kijken. Houd de poot van de hond vast, zegt Simon. En kunnen jullie daarna eerst de vrucht losmaken van mijn arm. Ik pak de voorpoot van de hond, Christian pakt de achterpoot. De hond is ook komen aanlopen. Voorzichtig wint hij met zijn speer. De vrucht los uit arm van Simon. Simon zucht. De hond piept klagelijk. Houd Tjunga goed vast, zegt hij nogmaals. Terwijl de hond goed vasthouden, haalt zijn toelke voorzichtig de takje de vrucht uit de ballen van de hond. Ik voel Tjunga onder mijn handen schudden. De eerste handeling lukt, daarna lukt de hond met hetzelfde takje de vrucht ook los uit zijn achterpoot. We laten de hond los terwijl Tjunga de vrucht in hoge takken gooit, die verwijderd moet worden. Wil je de tuin de komende dagen goed schoonmaken, zegt Simon. Je wil niet dat mijn zoontje er aan zijn beentje krijgt. Christian knikt en loopt terug naar zijn werkplek voor het huis. Simon spreekt zijn twijfel uit of het personeel wil het gaan doen. Goed, en dan, een uur later kreeg ik ook een aan de sandalen. Maar gelukkig zag Iris dat. Ze heeft mij gered om te scheppen de vrucht van mijn schoen te duwen. Dat is dus de vrucht van de mousetrap. Ja, dat vind ik erg gezond, vinden jullie niet? Maar ik heb ook hele spannende verhalen gehoord over, of gelezen eigenlijk, en ook gehoord van jou, over bevolking. Mensen zijn ontzettend vriendelijk en gastvrij, maar ja, ze hebben ook nog wel eens wat nadigheid onderling. En ja, misschien kun je daar ook nog iets meer over vertellen. Ja, ik zat hier in het huis, heeft een tuin van 70 tot 90 hectare, heeft een bosgebied en een tuin van 1400 vierkante meter. En hij heeft ook een bewaking, maar goed, het gaat niet altijd goed. Ik zal een stukje voorlezen wat er bij het ontbijt plaatsvond. Fred, heb je je vibara bij je? Vraagt Simon. Mijn vibara? Hoezo? Antwoord ik. Ik heb zojuist even onze vier bewakers van Sasa Manawa beslagen. We moeten nu voor onze eigen veiligheid zorgen. Oké, zeg ik, zoek hem op. Maar ik zou niet weten waar ik die kan vinden, want ik heb geen hakmes. Dat is dus een situatie. Vibara is een hakmes. Dit was het gesprek afgelopen maandagmiddag. We zaten aan de grote presentatafel in de schaduw van de ficus voor het huis. Nou, verder gaan we voorlezen. Ja, er staan nog een heleboel andere spannende verhalen in. Maar dan zou ik zeggen, ga het boek zelf maar eens goed kopen en aanschaffen en dergelijke en lezen. En een toegift is dan nog een signatuur van de schrijver. Maar eer we daar nog over gaan, had ik nog een andere vraag aan Fred, want jij zei net dat je er al in 2004 geweest was? Ja. Of in 2004. Maar dan heb je toch wel een keer gezien, waarom ga je dan weer terug? Ja. En dan voor 3 maanden zelfs? Ja, nou ja, ik,
Ik in 2004 ben opgevallen dat er geen goede flora was. Ik dacht, nou, ja, ik ben een hobbyist, maar ik weet hoe je verplanten. Ik ga kijken of ik een flora kan maken, heel veel foto's kan maken, dus stop ik. Ik ben bang dat een boek daarvan niet zal verkopen. 10 boeken verkopen niet, wordt niet. Maar als ik nou een website maak, dan kunnen mensen kijken. Dus ik heb, dat wil ik ook even een doel. Heel veel plantenfoto's maken. Op allerlei manieren. Heel veel planten, de bladen, de bloemen en de websites. Ja. En nou ja, goed. Alle 14.000 soorten leg ik nooit in je eentje. Ik heb er 270 opgezet. Nou, dat is toch wel een beetje een beeld van de. En die staan allemaal in dat boekje? Die staan niet in die boekjes, op de website. En de website, ja, als ik dat uitgegeven met al die foto's, dan wordt het een boek van €2000 misschien. Ik weet niet of mensen dat kunnen kopen. Ja, dan nog een laatste vraag. Fred heeft het dus over zijn foto's en zijn website en dergelijke. Maar wat ik zo van jou weet, is dat je enorm globetrotter bent, hè? Ja, ik ben nog verschillende landen geweest, ja. In hoeveel landen? Je hebt toch bijvoorbeeld een kaart gemaakt van de landen waar je geweest was? Ja, je hebt zo'n website, dan kan je aanklikken waar je bent geweest. En als je dat dan niet berekent, dan moet het. Ik ben 25% van de landen geweest. Dat kun je bijna 25%. Het is wel veel. Ja. En dan nog een laatste opmerking. Fred heeft het nou over zijn website gehad. Ik heb eens een keer iemand dat aangeraden, maar die is toen ook gaan kijken en die zei, welke organisatie doet dat precies? Ik zei, dat moet Fred 3. Heeft u geen personeel in dienst? Nee. Maar zo ontzettend uitgebreid zijn die websites van. Hij heeft er niet één, hij heeft er meerdere. En dan nog boeken schrijven. Dus ik zou zeggen, alle respect voor jou Fred en ik hoop dat je er veel van verkoopt en dat veel mensen jouw website gaan bekijken ook. Dat is echt een aanrader. Dat is ook een naam.